hierbij de uitslag van nummer 1, de 4-jarige Veulenboek-merrie. Een merrie met veel front, met ook een goede rasuitstraling, is wel iets lang in het hoofd. Is een hele sterke en correct gebouwde merrie met een goede sterke bovenlijn. Met heel veel lengte ook in het kruis. Zou een kruis misschien iets minder hellend willen zien. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is ook correct gesteld. De stap is ruim, het stapt ook actief met een goed achterbeengebruik. De draf is ook ruim met een goed achterbeengebruik, met veel kracht in de beweging en een goede techniek. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd. Number one, the results. A mare with a good vertical neck, a strong upper line, correctly built. The legs are dry. In walk, he's good with a good use of his hind leg. In trot is also good and very powerful. This mare becomes star with a second premium.
De uitslag van nummer 2, Frigg of Fimbo. Vader is Nane, een merrie met veel front. Mooie langgeleide merrie met ook een lange hals. Die de bovenlijn met een sterke bovenlijn goed verbonden. Voldoende in het kruis qua vorm en lengte. De kwaliteit beenwerk is voldoende. Is voor wel iets onderstandig. Heeft goede hoeven. En de bewegingsafloop is hij iets toontredend. Deze merrie draaft met heel veel houding. Ook een goede buiging in het achterbeen. Draaft met kracht. Maar als je dan naar de stap kijkt, die is kort. Die mist zo nu en dan ook de takt. Zou actiever en ruimer ook door moeten stappen. En de stap die beperkt hem vandaag eigenlijk tot stermerrie. Dus hij wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie vanwege de stap. De results of number 2, Frigg of Fimbo. Sire is Nane. A mare with a good front, long lined mare with a long neck. A strong upper line, a nice group. Legs are sufficient, quality is sufficient. In trot, he has a strong movement with a good use of his hind leg. But in the walk, he is short and he must show more activity in the walk. This mare is accepted in the stud book with a third premium.
De uitslag van nummer 3, een merrie met een goede rasuitstraling, wel een luxe merrie. Die op zich correct gebouwd is, ook in de bovenlijn goed aansluit, maar die wel iets neerwaarts in het bouw is. Merrie met voldoende lengte in het kruis. Merrie heeft heel fijn en hard droog beenwerk. Is voor iets onderstandig en laat in de bewegingsafloop voornamelijk rechts voor. Is hij heel toontredend. De stap de pas is toch iets aan de korte kant. Ook voorzichtig, zou krachtiger aan kunnen stappen. In draf, draaft deze merrie op de voorhand. Zou meer lichaamshouding kunnen tonen en daarbij het achterbeen krachtiger aantreden. Draaft ook in een iets te hoog ritme. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. De results of number 3, Epona. Sire is Jouwe. A mare with a good racial type. A little bit downhill build. A mare with a good strong upper line and a good croup. Has clean legs. In the walk he's short. He should walk with more power. In trot, he trots a little downhill and show more power in his hind leg. Bring her hind leg more under the body, and the trot is a little bit in high rhythm. So we accept this mare in the stud book without a premium.
De uitslag van nummer 4, merrie met voldoende rasuitstraling, die in het hoofd misschien wel iets edeler kan. Met een voldoende verticale hals, waarbij we graag iets meer lengte zien. Merrie is in de bovenlijn goed gesloten met een voldoende lengte ook in het kruis. In het beenstanden is hij correct met goede hoeven. De stap is ruim en ook actief genoeg. Daarbij laat hij ook in de stap voldoende lichaamsgebruik zien. In draf maakt hij ook voldoende ruimte met voldoende lichaamshouding. Paard komt van voren wel omhoog, maar zou in het achterbeen toch iets actiever en sneller kunnen aantreden. Maar vanwege de goede bouw en de goede stap wordt deze merrie vandaag stamboekster met een tweede premie. The results of number 4. A mare with a sufficient racial type. His downhill build. Her head could have more expression. She has a nice vertical neck. In the upper lines, she's strong. The croup has enough length. Feet and legs are sufficient. In the walk, she has long strides, but could bend a little bit more in the hock. In trot, she has she lifts up her body and she trots with long strides, but she could trot a little more active. But because of her good walk and her good conformation, we accept her in the stud book with a star second premium.
De laatste merrie in deze rubriek is nummer 5, Deluxe Afimbo. Een hele langgelijnde luxe merrie met veel rasuitstraling. Een verticale lange hals, goed gesloten in de bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Merrie heeft ook een mooie voorbeenlengte. Beenwerk is voldoende droog met goede hoeven. Merrie is achter wel iets week gekoot en iets gehoekt ook in het achterbeen. Merrie stapt voldoende ruim met een mooie lengte in de pas, ook voldoende actief doorgestapt. In draf draaft deze merrie met heel veel houding. Komt mooi in de schoft omhoog, ook met een goed achterbeengebruik. Laat veel balans en souplesse zien. En vanwege de goede stap en de goede draf wordt deze merrie vandaag ster met een eerste premie. The results of number 5. It's a mare with a lot of racial type. Long lined mare with a vertical neck and a very long neck. A good upper line and a long croup. Good hooves. His hind legs are a little sickle hocked. In walk, he has a powerful walk with lot of room. In trot, he trots uphill with a good balance and a good suppleness. So this mare we accept in the stud book with a star first premium. De uitslag van nummer 6, Mare. De
merrie die voldoende in het ras staat, ook een merrie met veel behang. Een merrie die in de bouw toch iets gerekt aandoet en die iets meer lengte in het voorbeen ook kan hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Rechtsvoor toch iets toontredend. De stap is voldoende ruim, ook met voldoende buiging. In draf loopt deze merrie toch iets op de voorhand, ook iets uit elkaar. Zou ook iets sneller kunnen aantreden in het achterbeen. Merrie is stamboek, blijft ook stamboek, maar met een derde premie. The results of number 6, Mare. A mare with a good racial type, long manes. It's a long-lined mare. It should have show a little more length in her forelegs. The upper line is sufficient. The quality of the legs is also sufficient. She's a little bit towing in her right front leg. In walk, she is enough active, and in the trot, she's trotting a little downhill, and she should show more bending in her hock and bring her hind leg more under her body. So she's accepted in the stud book with a third premium. En de uitslag van nummer 7, Mindy DS.
Een merrie die voldoende in het rastype staat, die in de bouw wel iets driedelig is en ook in de bouw de voorbeenlengte wel iets mist. Dus we zouden graag een iets langer voorbeen zien. Merrie met een wel verticale hals, maar waarbij die dan de onderhals er iets uitdrukt. In de bovenlijn is deze merrie toch wat gezonken, met name op het ruggedeelte. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit met goede hoeven. Is voor wel iets onderstandig en achter toch ook iets gehoekt in het achterbeen. De stap is ruim en voldoende actief gestapt. In draf waardeert deze merrie zich wel heel erg op. Draaft met voldoende ruimte, ook met heel veel buiging in het achterbeen. Zet het achterbeen ook goed onder de massa. En vanwege ook de goede stap en de goede draf verdient deze merrie vandaag de derde premie. De results of number 7, Mindy DS. Een mare with a sufficient racial type. Mare can be a little bit longer in his forelegs. Mare has a vertical neck with a little bulging neck. The upper line can be stronger, especially on the in the back. He has good hooves. Is a little sickle hocked. The walk is with long strides and active. And in trot, this mare makes has an uphill trot with a good bending in the hocks. So because of her good walk and good trot, this mare gets a third premium.
De keuringsuitslag van nummer 8, Wialda van de Demro Stables, een 5-jarige stamboekmerrie. Merrie is iets naar voren gebouwd, staat wel voldoende in het ras met een verticale hals ook. In de bovenlijn is hij ook voldoende aangesloten. Merrie heeft wel een vrij hellend kruis. Beenwerk zou ook iets meer kwaliteit uit kunnen stralen, met name in de gewrichten. De stap is voldoende ruim. De voorbeenafloop is iets Frans in stap. Deze merrie draaft iets te veel op de voorhand, waarbij die niet tot dragen komt en ook eigenlijk weinig ruggebruik toont. Op basis van de presentatie van vandaag zou de merrie opgenomen worden in het stamboek zonder premie. Maar deze merrie heeft een IBOP-test gelopen van 77 punten. En dan nemen we de cijfers voor de stap en de draf uit de IBOP mee. En op een stap en de draf op de IBOP heeft hij 2 keer een 7. Dus vanwege deze beide cijfers kan deze merrie vandaag een 3e premie verdienen. De results of number 8, Wialda van de Demro Stables. 5-year-old stadboekmare. Mare with a good racial type, nice vertical neck. Is in the upper line sufficient. The croup is a little bit sloping. Legwork can show more quality. In walk, she has long strides, but the front legs are a little bit towing out. In the trot, she's trotting downhill with and should use her hind legs more, bring her hind legs more under her body and show more use of her back. But because of the marks in the IBOP, she has a 77 IBOP score with 7 for the walk and a 7 for the trot. So we take the 7 and the 7 into consideration, and now she deserves a 3rd premium.
Hierbij de uitslag van nummer 9, Andela. Een merrie met, die voldoende in het ras staat. Die qua bouw wel iets meer lengte in het voorbeen kan hebben. Die wel een verticale goed gestelde hals heeft, maar daarin ook iets de lengte mist. De bovenlijn is voldoende aangesloten. Merrie met een goed kruis, ook van voldoende lengte. In het beenwerk is de kwaliteit is voldoende. In de hoeven zouden we graag iets royaler zien. Merrie heeft ook iets gehoekt in het achterbeen. De stap is taktmatig, met voldoende ruimte. Zou iets meer buiging in de sprong kunnen tonen. In draf gaat deze merrie toch iets te veel op de voorhand. Heeft wel voldoende buiging in de gewrichten, maar zou het achterbeen iets directer onder de massa kunnen brengen en iets meer in balans kunnen lopen. Deze merrie verdient vandaag een derde premie. Then the results in English of number 9, Andela. Mare with a sufficient racial type. The conformation is also sufficient. She can have a little more length in her forelegs. She has a vertical neck. The upper line is sufficient. This is a good croup with a good length in it. The legwork is also sufficient. Hoofs can be a little bit larger. She's a little sickle-hocked in her hind leg. In walk, she walks with a forebeat, but with enough length in the strides, but she can bend a little more in the hocks. In trot, she trots a little downhill, but she has sufficient bending in the hocks, but she can show more balance in her trotting. So overall, it's a studbook mare with a third premium.
Hier bij de uitslag van nummer 10, Sjoeke van Ravenswoud, een kroonmerrie. Hele lang gelijnde royale merrie met veel front, die toch wel iets zwaar aandoet in de hals. Heeft een goede aangesloten bovenlijn, ook een, maar zou in het kruis iets meer lengte kunnen tonen. Beenwerk is van goede kwaliteit, is droog. Hoeven zouden net iets royaler mogen. De stap is voldoende taktmatig, ook van voldoende lengte. In stap zouden we wel graag iets meer buiging in de sprong willen zien. De bewegingsafloop in stap is correct voor. Paard draaft met heel veel houding, met een krachtig achterbeengebruik en ook wel met veel balans. Maar zou daarbij nog iets meer ruggebruik kunnen tonen. Deze merrie krijgt vandaag een eerste premie. De kroonmerries die een eerste premie krijgen, kunnen ook uitgenodigd worden voor de modelkeuring. Deze merrie krijgt daar op dit moment geen uitnodiging voor, omdat we toch in de bouw de lengte in het kruis missen. En ook de stap toch iets meer buiging in het achterbeen moet tonen. Dus geen uitnodiging voor de modelkeuring. I will try to translate this long story in English. Number 10 is a crown mare of 7 years old. She has an IBOP of 78.5 points. It's a long lined mare with a nice front vertical neck, and a good strong upper line. In the croup, she should show a little more length. The legs are clean. The hoofs can be a little bigger. In trot, she shows a regular far beat with long strides, but she can bend a little bit more in her hocks. In trot, she shows a good uphill trot with a strong hind leg placed under her body with good balance, but she can show a little more use of her back. She gets a first premium today. This mare is not invited for the model mare because of her sloping croup. And she can show a little more bending in the hock in the walk. So the first premium crown mare, but not a model mare today.
Hierbij de uitslag van de keuring van nummer 5, Deluxe Afimbo. Een merrie met heel veel rasuitstraling, een langgelijnde merrie. Een merrie die ook in bouw de goede verhoudingen toont met een goede bovenlijn, mooie voorbeenlengte. In het beenwerk is hij voldoende van kwaliteit, heeft royale hoeven. Stap is voldoende ruim. In de draf waardeert deze merrie zich ook heel erg op met veel houding. Een goed achterbeengebruik, brengt de schoft omhoog in draf. Draaft ook met heel veel balans. En vanwege de goede stap en de echt heel erg goede draf wordt deze merrie vandaag kroon verklaard. Deze merrie heeft van de week de ABFP-test gelopen met 80 punten. Dus vandaar ook de gelijke definitieve kroonverklaring voor deze merrie. Number 5, Deluxe Afimbo. A very, very good mare with a good racial type, long lined, vertical neck, good upper line, long croup. Sufficient quality of the legs, good hoofs. She walks with long strides and active. And in trot she shows a lot of balance and suppleness. So this mare becomes crown. This week she did the ABFP test with 80 points. So no provisional crown, but a crown for this mare. Congratulations. Round of honor. Oké, dit was de laatste merrie van deze keuring van vandaag. We willen familie Bouwman nog even hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid hier. We hebben een mooie keuring gehad met ook goede resultaten. Wij hebben in ieder geval vandaag genoten als jury. Mooi weer, goede paarden gezien. Als u ook genoten heeft van de livestream, deze week op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er weer livestreams van de diverse keuringen. Dus kijk op de website van het KFPS. En tot ziens. For our foreign guests, we have had a good keuring this day and I hope you enjoyed it. Also, and if you want to see more live streams of the judgings, it's possible on Wednesday, Tuesday, Friday and Saturday. You can see the live streams on the KFPS website. Hope to see you soon.